Hallo, welkom op mijn pagina. Mijn naam is Leroy en ik ga de open maandreading doen voor het sterrenbeeld Maagd. We gaan kijken waar de Maagd staat in zijn of haar ontwikkeling voor de komende periode, voor de komende maand. Herken jij je nou in deze reading, dan is dat helemaal prima. Herken jij je er nou niet in, dan is het ook geen probleem. Vandaar dat het gewoon ook de open maandreading is. Dus we gaan kijken voor het sterrenbeeld Maagd. Hoe ga jij om in deze tijd? Met jouw ontwikkeling, met jouw energie, met jouw gedachtes, met de mensen om jou heen. Hou je het vol of loop je juist helemaal vast? Wat wil je graag voor jezelf in deze periode Maagd? Hard aan het werk wordt aangegeven als eerste. Hard aan het werk. Goed je financiën op orde aan het houden, je bent gecontroleerd op de juiste manier, sta je daar al in, wordt aangegeven. Maar je hebt zoiets van, je hebt nog een gedachte of je hebt nog een wens. En daar ben je ook naartoe aan het werk om dat uit te zoeken voor jezelf. En ik moet jou daarbij zeggen, Maagd, van gebruik daarbij op een goede manier jouw gevoelswereld. Je staat nog voor een stuk om bepaalde mensen waar je niks meer mee kan, om die los te laten, af te sluiten en dat ook werkelijk zo te behouden. Daar ga je de komende periode wat harder in worden. Zegeningen op je weg. Je wordt geholpen door het universum of het hogere in die zin. Vertrouw op je gevoel dus en op je inzichten voor de komende periode. En ga niet in tweestrijd. Je hebt stukken, dan zit je even te balanceren. Niet gaan doen. Kijk er doorheen en haal jouw stukken eruit. Daarnaast mag je op een goede manier op jouw voetstuk gaan staan en jouw aanzicht krijgen. Jouw aanzien krijgen, zo moet ik het zeggen. Even kijken, zware periode gehad ook geweest, afgelopen periode wat zwaarder gehad, wordt aangegeven. Beschermen naar familie en gezin, kinderen, innerlijk kind ben je mee in ontwikkeling. En innerlijk kind laat het goed doorstromen in jouw energie, want anders zou je er even vast op kunnen lopen, niet doen. Blijf spontaan, blijf vrolijk en blijf ook situaties vanuit andere kanten voor jezelf bekijken. En daarna handelen natuurlijk. Want je hebt geen zin meer in strijd. Je bent moe van bepaalde stukken. Even kijken. Je bent ook in de energie met een jonge, of hoe zeg je het, een verjonging. Een verjonging ben jij bezig. Een verjonging in jouw energie, een transformatie in een ander stuk. Buitenlucht ingaan, natuur ingaan, brengt jou veel. Blijf verbonden met de aarde, met jouw element. En wees even niet te hard, wordt aangegeven. En je krijgt uiteindelijk gelijkmatige verbindingen op je weg. Mensen met diepgang, mensen met kennis, mensen die jou iets komen brengen. Daar zit je in, daar heb je een verlangen naar. Daarna ben je voor momenten op zoek. Het
Blijf daarnaast ook op een goede manier je nuchterheid in stukken bewaren. Even kijken en blijf daar ook maar naartoe werken. Goede energie tot nu toe. En je hebt ook inderdaad steeds meer de energie in jou zo van, kom erop, ik kan het wel aan. Maar ik moet je er toch bij zeggen, mijn momenten, onderschat dat niet, want er kunnen altijd mensen proberen jou weer terug te raken, moet ik jou zeggen hierbij. Soms is het even belangrijk, zo moet ik het jou ook zeggen, om subtiel even te zijn en vanuit matigheid en rust te handelen in deze periode in jouw leven. Dan de situatie goed van bovenaf bekijken, van daaruit jouw richting gaan kiezen. Niet vergeten wat jouw fundamenten zijn en wat je al achter jou in de positieve zin hebt opgebouwd. Wat hier jouw leerlessen zijn, daar gaat het om. En wees heer en meester, zo zeg ik het heel even, man of vrouw, maak even niet uit over jouw bezit. Dat is belangrijk. En je ziet weer de natuur om jou heen verbonden. Heel belangrijk om dat toe te laten. Kijk misschien ook wat bewuster om jou heen naar de natuur. Of inzicht of boodschappen dat jou misschien kan geven. Ook jij zal in de positieve zin mee transformeren. En de zomermaanden worden gewoon heel goed. Dan heb je eigenlijk een balans helemaal in jezelf teruggevonden. Dan gaan we kijken naar de maagd die single is. Sta je open voor de liefde of niet? Of heb je er geen behoefte aan? Of weet je juist wel heel graag? En heb je zoiets van, het mag nou weer in mijn leven binnenkomen? We gaan kijken voor de maagd die single is. Aan de andere kant wordt het inderdaad weer heel duidelijk aangegeven, weer aan het werk, weer aan het genieten van bepaalde dingen, ook op materieel gebied. En je hebt zoiets van voor jezelf, je bent het op een bepaalde manier aan het laten stromen. Wat ik al zei. En hier heb je wat aangegeven, zet je inderdaad nog maar wat meer in om die relatie, om die liefde te vinden en te krijgen. Hierbij wordt aangegeven als je single bent dat je niet helemaal in de afwachtende houding moet gaan. Je zal waarschijnlijk ook even stappen wat moeten nemen. Kan zelfs ook zijn dat het een maagd is die jouw leven gaat willen binnenkomen. Of een stier in de energie. Maagd of stier moet ik jou zeggen. En je hebt ook de gedachte of de visie erover voor jezelf, van als je die relatie krijgt, om samen zo'n stappen te zetten, om samen zo naar boven te willen werken, dat voor jullie beiden in een nieuwe relatie de wereld open ligt. Dat jullie kunnen zeggen van, we gaan heel veel dingen doen, we gaan heel veel dingen uiteindelijk kunnen ondernemen als deze periode dadelijk voorbij is. Je hebt jouw plannen, om het zo maar even te zeggen, met betrekking tot die relatie, heb jij al klaar liggen. Je gaat dan ook niet voor minder van mensen die een zwaar verleden hebben of die het zelf minder hebben. Dan ga je niet meer voor kiezen. Je hebt zoiets van, dan ga je niet meer zomaar op investeren. Je wil het nou op een andere manier gaan draaien voor jezelf. Dus de liefde wil binnenkomen, maar misschien even zelf iets meer stappen erin ondernemen maakt. Dan gaan we kijken naar de maagd in relatie. Ben je er nog blij mee of ben je juist stoppen? Waar zit je? Wat verwacht je van je partner voor momenten? Jouw eerste gedachte erover is dat je wilt dat jouw wederhalf ook situaties van de andere kant bekijkt. Zijn of haar verantwoordelijkheden neemt. En ook zijn of haar investering in stukken maakt op materieel gebied. Samen uit, samen thuis. Die gedachte zie ik erbij. Dat gevoel, die emotie zie ik erbij. Samen transformeren. De dood is een transformatiekaart. Samen transformeren.
hou misschien sterrenbeelden schorpioenen wat meer uit jullie buurt, moet ik zeggen. Hou die misschien wat meer uit jullie buurt, uit jullie omgeving weg. Want die kunnen jullie vast gaan zetten. Die kunnen ertussen komen. En die kunnen het zwaarder maken in de relatie. Schorpioenen of tweelingen, wat voorzichtiger mee zijn in deze periode. En samen de keuzes maken. Het oude afsluit, het nieuwe aangaan. Transformeer samen op. En dan moet het goed gaan komen in de liefde. Met de juiste vorm van het geloof erin. Dat is belangrijk. Geef elkaar de kracht en de positiviteit. Daar gaat het om. Goed. Maagd, stel een duidelijke vraag voor jezelf. En dan pak het daar een inzichtkaart op. En dat is dan jouw antwoord. Dus stel je vraag. Jouw antwoord is, het goddelijke in mij is licht en vrolijk. Dat is het stuk wat je moet blijven delen, wat je moet blijven uitdragen voor de komende periode. En het transformeert heel veel om jou heen op de juiste manier. Heel mooi. Mooie reading, maakt. Ik zou zeggen, ga ze door. Bedankt voor het kijken. En als je wilt, laat even een reactie achter onder deze video wat je ervan vond. En deel even de video voor mij. Bedankt voor het kijken. Hi hi.